wil, nee. Dus als ik naar de blauwe obelisk loop, zou ik jou moeten zien? Bijna. Ik lig net op de bergen die erachter loopt. Bergje die erachter loopt? Ja, de obelisk staat op het strand en daarachter loopt een berg. En schuin rechts. Ja, rechts ongeveer achter, daar ligt mijn lijkje. Dus ik probeer nu alles terug te krijgen en ben gelijk al gepoisoned. Zie je dat? Tuurlijk! En ik ben weer dood. Omdat het klote spel weer niet meewerkt. Opnieuw! Even kijken, rechts. Slowpoke gedoe. Ik zie nu Dillo achter een aapje aanrennen. Zou ik dan al te hoog zijn? Die. Hey, jatvogel. Die. Nog een jatvogel. Die. En een dillo. En een paardje. Die achter jou aanloopt. Oh, je ziet mij dus. Ja. Wat een eikel ook, is. Hier. Ah, shit, ik miste. Pas op, ik vreet je zo op. Ja, ik ben nu toch alweer 4 keer dood gegaan, dus ik hou nog niet eens de telling bij, kun je nagaan. Nee, dat gaan we nou ook niet doen. Nee? Ah. Nee, grafstenen zijn hier niet zo groot om zoveel nummertjes op te zetten. Ah. Ik heb een heel leuk ideetje voor een nieuwe mod, een grafsteentje die groot genoeg is voor tekst. Het liefst tekst aan mij aangepast. Bijvoorbeeld eentje waar je 10 miljoen woorden op kwijt kunt. Dat kan ik wel waarderen namelijk. Ja, ze gaan nou eenmaal gaan tellen hoe vaak ik dood ga. Dat is 200 keer niet veel. Ik heb je insect opgevreten. Oh ja, maar hier zijn er nog meer. Oh ja. Er loopt een heel groepje. Ja, die staan precies bij mijn lijknaam. Nu nog? Oh, hier is je tasje. En dan heb je hier nog een. Heb je hier nog ergens een raptor lopen? Dan heb je hier nog een dillo lopen? Raptor level 90, een dillo level nog wat. Ja, ik kan nou wel. Ja, ik heb mijn spulletjes weer. Die. Ja, weer dood. Nee! Wat? Nou, level 135, dan mag dat. Nou, we hebben hem dood, dat ding. Nou, gaan we nog een keer. Die. Nou, ik blijf hier staan, je tasje verdedigen. Hé, zo pluik er een. Bunny is Bunny. Ja joh, het is wat. Ja. Ik zou zeggen, welkom in de standaard dag van mij. Ja, het is nog niet eens echt standaard, want ik ben nu nog maar net 6 keer dood gegaan in 30 minuten. En dat is normaal gesproken al veel meer. Hallo, standing beest. Mag doorlopen, man. Nou, ze lopen te zeiken dat je moe bent. Ben ik ook wel eens, maar ik loop ook door. Dank je. Zelfs voor poppetjes zondag. Zeg het tempo in. Hé, ik ben level omhoog. Jee. Oh ja, nou iets zegt. Helemaal niet gewend dat level tegenwoordig weer zo vlot gaat. Zo vlot, zeg het tempo in. En nog steeds aan level 1000. Yay, poging 10 dat ik alles heb. Kijk hoe lang. Beetje snel loop. Ik
Even een bedje maken zometeen. Beetje stamina flikkeren. Level 22. Die. Aha. Boog, dat is ook fijn. Mercenary horse saddle. Trouwens, je stap op dat ding, dat andere beest. Hij andere beest. Hoe lang wil je hem dat hij leeft? Nou, je moet hem niet dood laten gaan, dat is niet de bedoeling. En dan geef je hem aan mij. Dus als we nou eens even richting het strand lopen, eens even kijken of we hier ergens iets kunnen plaatsen. Wat ook niet in render is van andere spelen natuurlijk. Oh, kleren, dit is hoog. Ja. Dus dat gaan we niet doen. Piep, piep, leg spike. Ah, waarom springt hij uit een kluitachtige krokodil niet? Zo. Ook hoog? Ja. Ja, ook hoog. Piep. Veel piep, metal wel hier. Ja. Aan metal heb je geen problemen in ieder geval. Nee, daarom dus. Dan is het haast wel interessant om te kijken of we hier niet iets kunnen doen. Ja, niet te dicht natuurlijk op die metal points, want dan heb je kans dat ze op een gegeven moment niet meer spawnen. Nee, dat klopt. Nou, je moet wel een beetje richting het strand kijken voor een basishutje. Je gaat er nog verder kijken naar iets anders. Oh, ik dacht dat hij jou dood was. Nee dus. Nee, bij deze wel. Dat is wel gelijk een beetje vlees. Oh shit, Terry. Terry. Baby schildpad. Nou, ik zie hier niks. Hoe zeg, kunnen we hier niet iets bouwen? Ben je aan het strand? Kunnen we mogelijk nog even waterdiertje gebruiken? Toegang tot water? Ik ga nog niet alles kwaad lopen maken. Ik maak niks kwaad. Hij roept gewoon ben. Ja, zo klonk het. Oh. Nou, als we dan hier gewoon even een klein hutje maken, dan kunnen we later nog eens kijken naar iets groters. Ja, het begint in ieder geval. Ja, laten we dat gaan doen. Kijk wat ik allemaal kan maken. Ja, kijk of we direct al een houten huis kunnen maken. Die tets zo een beetje over kunnen staan. Ik heb 19 pets bij me en 4 hout. En fiber heb ik 800. Dus als we een beetje hout en extra tets bij kunnen creëren. Je hebt hier bomen genoeg. Even kijken. Goed. Het zit ook bijna vol hier. Foundation. Muurtje. Plafondje. Deurtje. Deurtje zelf. Foundation. Maken we gelijk de SS maar aan, lijkt mij. Ja, we maken wel alles van SS. Ik kan 2 foundations aanmaken nu. Dus daar ben ik mee bezig. Ik denk voor de grap die Dino heeft meenemen, dan kan hij mooi de hout en dergelijke dragen. Maar ja, ik ben alweer vol. De
Foundations. Beetje beveiliging. Railing kan handig zijn. Oei. Huh? Oh. Kom ineens een beestje aanlopen. Ja, die stond op volg jou. Chillax. Kringen val ook alles direct aan. Uh-huh. Jij veel dragen? Wat is veel? 800. Moet wel genoeg zijn, denk ik. Zo, echt alles is ook agressief, hè? Alles wil elkaar dood hebben hier. Welkom in mijn wereld. Even kijken. Structures. Goed. Ja, maar het is dan gewoon 6S. Ah, paardje kan redelijk wat dragen. Oh, je hebt die paard mee. Ik was al op zoek naar dat ding. Ja, jij hebt die andere, dus ik heb deze mee ingejapt. Oh ja, zo werkt dat. Maar ik had hier nog hout en pijpen neergeflikkerd. Oh, daar ligt het. Dat kan ik niet voor SS maken. Ah, ik ben redelijk veel. Oh, wacht. Ik heb 800 hout en 128 fiber nu. Hier. Wat extra hout en dan ga ik hierna nog eventjes fiber doen. Oh ja, dan ga je daar staan. Ik kom er toch nog niet bij, jongen. Zo. Ja, nu wel. Voor niet drekken is bijna aan het kap, zei ze. 800 hout, 160 fiber. Even extra fiber halen, dat moet wel genoeg hebben, denk ik. Fetch, sorry. Een stuk 8 of zo. Oh, dat mag ook nog. Of ben je al een huis aan het bouwen? Ja. Oh. Dus ik ben hier een beetje voor je lul aan het farmen. Nee, tuurlijk niet. We hebben best wel wat nodig, hoor. Ik heb nou bijna de foundations. Nou, er zijn nog 579 hout en 864 fetch in het paardje. Ik zou ook gelijk die foundations in gooien, twee stuks. Jenna wat? Ja, hier zit nog 700 fiber en 1000 hout in. Oké, dat is
is geplaatst. Ik heb wat spul in geflikken wat voor mij wel gebroedmuis nodig is. Dan ga ik weer eventjes verder farmen. Hebben wij nog iets nodig? Fiber? Patch? Hout? Ja, alles momenteel. Dus snel als je helemaal opnieuw begint, heb je gewoon echt alles nodig. Ja, ik krijg alles behalve wat ik nodig heb. Yay, fiber! Yay. Ik krijg wel heel veel besjes, maar fiber krijg ik niet zo heel veel. Even kijken. Nog een keer proberen. Besjes kun je ook met een paard doen. Ja, besje, ik zat bij me. Spring. Aan de kant met die klote staat van je. En 700 fiber. Ik heb 255 asielberries bij mij. 143 mitio, tinto 175 en amaberry 239. En ik ga eerst eventjes naar de wc toe. Dat is prima. Dan knutselen we nog even door. Even kijken, hier ook nog een keertje vier en dan moeten we eerst genoeg hebben. Hey, meneer Mossjobs. Nou eens op met mij aan de kant te douwen. Dat leuk. Oh, jij wel. Deze dan. Oké, dat was schijnen. Dat is zo laag. Twee. Dat is geen. Zo aan. Oh, beste. Oele. Hallootjes. Niet zo aan. Oh, beste. Oh, je ramt nog redelijk wat hout uit zo'n boom. Ja, dat moet ook. Bol. Oh, we hebben fibers nog. Ja, heb ik in een paard geflikkerd. Oh ja? Ja, 691. Oh. Ga ik weer eventjes verder met fiber farmen. Even wegrennen voor de Terry.
Ah, bijna vol. Kom er weer aan. Oké. Komt een Dillo richting het huisje gewaggeld. Ja, hij doet zijn best maar. Als je nog even geduld hebt, komt hij hier alvast niet meer in. En weer 624 fiber. Beetje steen erbij. Pencil egg. Epa. Zie je, er staat een hartstikke moeilijk te doen hier. Ja, ik hoor. Probeer door de wanden heen te knagen. Het is toch niet te geloven. Ja, yeah, nou raar vinden dat die beesten uitgestorven, hè? Hoe kan dat? Ja, dit doet ze niet te goed, hoor. Nee, alles boven. Thanks, Pike. Het laat niet echt zien dat het iets van het slimme spul is. Nee. Het is niet iets waarvan je zegt van, oh, dat wil ik ook tegenwoordig hebben. Zo slim. Ja. 200 weight. Flikker nou een beetje in melee. Flikker nou een beetje stamina. Ja, het is gewoon echt van alles even wat. Ah, ik moet zeggen, het is wel weer eens leuk om gewoon op deze manier opnieuw te beginnen. Meestal ben ik er niet zo fan van. Ach, je moet toch wat doen? Ja, dit keer doe je het voor de kijkers natuurlijk, hè? Dus dat is ook weer een hele andere manier van spelen. Nou ja, dat is ook zo. En deze server is sowieso heel anders. Dit werkt beter. Het is goed. De kommen aangesleept. Ik heb weer een beetje hout, et cetera, bij mij. Schuif. Het is al niet het mooiste huisje, maar ja, het zal er eerst mee moeten doen. Zometeen thema architect spelen. En blijven de basis gaan bouwen. Ja, dit is gewoon tijdelijk tot we wat spulletjes hebben om alles net wat makkelijker te maken. Oh ja. Bel pakken. 238 hout. 40 feit, 3 steen. Ik wil weten hoe vaak ik dood ben gegaan, tel de doosjes op de grond. Vijf keer. Geen storage box, dus ik gebruik gewoon een paard daar even voor. Oh ja, dat doe ik ook wel. Dan gooi ik eerst instantie alle bouwmaterialen in. Alles wat ik zelf nog even kan gebruiken straks, dat doe ik zelf. Dan kun je motor en pestle een beetje geluk gaan maken. Nou ja, weet je, dat is ook zoiets leuks. Dat hoeft helemaal niet, want dan kun je daar paard voor gebruiken. Zijn zadel heeft die functie namelijk ook. Okay. Ah, ja.
Dus ja, wat dan gaat, de beestje uit de lootbox is toch wel geinig. Dan even iets meer spoiled meat hebben, want ik wil gelijk eventjes kijken waar wij een normale dino kunnen temmen. Mies, mies, mies. Waar ben je? Oh, ja. Hier ben je. Hier. Je hoeft niet meer alleen te lopen. Is dat niet gezellig? Ligt nou, hoe lang duurt het voordat je doodgaat? Jimmy! Mosjobs. Idiosaurus. Wat is een mosjobs? Dat die uit de kluiten gewassen hazen is? Ja, dat is dat dikketje die hier vlak bij die terry loopt. Niet erg van gecharmeerd ben om eerlijk te wezen. Nou, het zaak. Dank u. Ah, dat is die. Ja. Big head. Zorg dat Miet gaat spoil. Dan kunnen we die thee straks weer even neerknallen. Beetje normaal level is tenminste. Ja, verwacht. Ik ben eerst eens even aan het zoeken. Nou heb ik iets geleerd om dus dat Viking spul te maken. En nu zie ik die dat modpakketje nergens terug voor het werkbank. Kan, dat weet ik niet. Kristal voor nodig, dat hebben we ook nog niet. Polymer niet. En ingots niet. Misk. Wacht, gewoon opzoeken. Ja, zit dom te doen hier. Ja, paardje! Gravestone. Ja, die moet ik ook even maken zo. Dat is wel even goed dat je dat zegt. Personal gravestone. Ik heb net vrijgespeeld. Oh, kijk nou eens. Holiday. Turkey leg skin. Oh ja, dan kun je knuppel veranderen in zo'n kippenkluif. Zadeltjes, structures. Dit. Is dat een heel gebouw? Large building with multiple floors. Serieus? En wij lopen te kloothangers om zelf een gebouwtje in elkaar te doen. Dus ze zit hier gewoon kant-en-klaar in doos. Ja, dat is heel mottenwijs. Nou, dan kun je wel je eigen gebouwtje maken, hè? In plaats van gewoon een vierkant kistje met twee verdiepingen. Ja, dan kun je nu een rond kistje maken met twee verdiepingen. Ja. Jij bent altijd de beste geweest in dingen verpesten die leuk zijn. Je moet gewoon positief bekijken. Large building with multiple floors. Nou, als dat toch niet geweldig klinkt. We hebben alleen maar nodig 2000 fibers, 500 stenen, 1250 houtstukjes. Nou. Oh, eitje. Dan gaan we dat eens even regelen en dan kunnen we dit ding straks slopen. Ja. Of moet je hem alles op te bouwen om vervolgens alles te gaan slopen omdat je iets simpelers kunt maken. Ja, wie weet is het wel briljant mooi, joh. Hey, eet smakelijk. Dank je. Nee, Michiel, die gaat bruine bonensoep eten. Ik neem lekker een bakje snert zo meteen. Ja, ik ook. Perfect weer voor. Oh. Ah. Ik kreeg 4 ton. Kan